Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite. Your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine. String, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I snap my finger. Nederlands jazz. Michiel de... Verrek, leeft hij nog? Ja.
Michiel de Ruiter. Nog altijd met zijn blauw geruite kiel aan. Nou, die is nog steeds in de woorden. Dus Michiel A. de Ruiter, Louvain Rees, Skip Voogd. Voor Rita Reis en het Pim Jacobs trio. Voor de langspeelplaat Marriage in Modern Jazz. Rita. Rita, zal ik hem even bid houden? Want ik denk dat ding is verrekte zwaar, hoor. Die valt... Nou, ik wou je dit zeggen, Rita. Mag ik jij zeggen? Jazeker. Wij kennen elkaar niet zo vreselijk goed. En ik vind het niet zo vreselijk leuk, moet ik je eerlijk zeggen. Als ik zo voor de radio en de televisie al die artiesten... zo jij en jou tegen elkaar hoor zeggen. Ik bedoel, het is zo voor het publiek... alsof iedereen maar hemd in, hemd uit is met elkaar. Rita Reis, ik heb me namelijk al lang verwonderd dat je hem niet kreeg. Vorig jaar al. En ik geloof dat iedereen het met me eens is, en zeker met de jury, dat je hem van harte verdient. En mag ik, alvorens ik je deze Edison geef, een zoen geef, of twee. Rita, van harte gefeliciteerd, alsjeblieft. Lieve mensen allemaal, wat fantastisch, wat een dag, wat een gedenkwaardige dag wordt dit. Alle vrienden, alle kennissen, de fans, het is overweldigend wat er is gebeurd. En ja, de levende legende is niet meer. Europe's First Lady of Jazz, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en... niet te vergeten, ereburgeres van New Orleans, dat kleine vrouwtje uit Rotterdam. Ja, af en toe kijk ik op mijn papiertje, sorry. Ik dacht, ik kan het uit mijn hoofd, maar dat gaat niet. Naast alle mooie prijzen, Edisons die we net gezien hebben, was ze ook bovenal een waanzinnige moeder, oma en iedereen zou zo iemand om zich heen willen wensen. Met al haar fratsen af en toe, want die lat voor haarzelf lag heel hoog. En ook voor anderen. Maar het was uiteindelijk een zeer benaderbare, hele lieve moederkloek. Dank je. En op de bühne was het de diva en... muziek was haar leven en jullie applaus van jullie allemaal was haar levenselixer. En daarom vraag ik ook namens haar, wees vandaag blij dat we hier met z'n allen zijn en haar op zo'n manier een laatste afscheid kunnen geven. Als jullie willen, lach alsjeblieft en huil en voor mijn part dans je, maar bovenal geef applaus. Geef applaus voor deze waanzinnige vrouw. Ja. Mama, je hebt wat teweeg gebracht. Je hebt wat teweeg gebracht. De hele wereld staat op zijn kop. Ja, het is ongelooflijk. Ik heb een week lang geen oog dicht gedaan met een aantal mensen om mij heen. Zoals Jurjen en mijn man en mijn zoon Robin. En, nou, we hebben gewerkt. We hebben gewerkt verschrikkelijk. We werden overstelpt met zoveel liefde en fantastische dingen. Ik weet dat ze staat nu boven en ze staat naar ons allemaal te kijken. En ze zegt, jongens, we gaan lekker de pan uitswingen. En dat wilde ze. En ik ben ook heel gelukkig dat onze goede vriend Hans van Wilgenburg, die zei, Lei, jij wil dat wel op je nemen allemaal, maar ik sta naast je, ik help je. Dus ik vraag een warm welkom voor Hans van Wilgenburg. Dankjewel, lieverd.
Afscheid nemen is, ik denk wel het naarste dat we in het leven kennen. We willen het niet. Het komt altijd te vroeg en als het dan komt, denken we aan al die dingen die we nog hadden willen zeggen en de afspraken die we nog hadden willen maken, die allemaal niet meer kunnen. Zo ook natuurlijk in dit geval het afscheid van een van de meest bijzondere Nederlanders die we gehad hebben. Aan de andere kant wil ik daar een kanttekening bij zetten. Het is ook, naar mijn smaak, een heel mooi afscheid. 3 weken geleden zong ze nog en bracht, zoals ze dat altijd deed, een zaal tot uitzinnig enthousiasme in Amsterdam. Ze was druk bezig met de voorbereidingen voor een optreden. Een heel bijzonder optreden zou dat geworden zijn. Over 3 weken haar allereerste in de poptempel Paradiso in Amsterdam. Dat ze ongetwijfeld weer op zijn grondvesten hebben geschud. Dat heeft dus niet meer zo mogen zijn. Maar als je denkt aan alles wat Rita pakweg de laatste 10, 15 jaar heeft gezegd in interviews. Als haar altijd wel een keer werd gevraagd. U gaat maar door, tot hoe lang denkt u nog echt door te gaan? Dan was haar vaste antwoord altijd, zo gauw de stem niet meer goed is, hou ik onmiddellijk op. Voor iemand wier leven zo gewijd was aan die stem en het prachtigst wat ze met die stem kon doen, moet je toch intens gelukkig zijn dat ze die voor haar bijna onmogelijke beslissing om dan maar te stoppen met dat geliefde zingen, niet heeft hoeven nemen. Dat die voor het zover was, voor haar is genomen. En eigenlijk heb ik een beetje het gevoel dat ze hierboven enorm houden van hele goede muziek. En dat ze daar tegen elkaar hebben gezegd, ze hebben er beneden al wel lang genoeg van genoten. En zij hebben daar al die cd's en al die langspeelplaten. En nou die stem nog goed is, laten wij er eens van gaan genieten. Dus we moeten dat in vrede maar, geloof ik, aanvaarden. Ik heb wel een waarschuwing voor ze daarboven. Rita was niet makkelijk en was er helemaal niet makkelijk als het ging om de mensen met wie ze haar muziek maakte. Zij gaf het allerbeste wat ze in zich had en verwachtte dat van de mensen om haar heen ook. Ze heeft ook eigenlijk alleen maar gezongen met de allerbeste die er zijn. De laatste jaren met de mannen die ik u nu hier ga voorstellen, die zijn niet mijn mannen maar mijn jongens noemde. En die hebben enorm na moeten denken, wat gaan we nou spelen bij zo'n laatste bijeenkomst waar Rita bij is. Het moet iets zijn dat iets over haar zegt. En dat is meteen bijna onmogelijk, want ieder lied dat Rita Reis ooit gezongen heeft, zei iets over haar. Ze maakte ieder lied haar eigen lied. Het klonk nooit meer zo als het door een ander werd gezongen. En ze zong een lied alleen maar als ze er hart en ziel erin kon leggen. Dus er is gekozen uit veel. Ik ga u eerst de mannen voorstellen, dan kunnen ze hun plekken innemen. De mannen die waar u veel voor geklapt heeft toen u naar concerten van Rita ging. Dus waarom zou u het nu niet doen? Gitarist Martijn van Ittersen. Tenorsaxofonist Ferdinand Polven. Slagwerker Joost Patokka. Bassist en zwager Ruud Jacobs. En pianist Peter Beens. Ze hebben, er zit een mooie gedachte achter voor dit eerste optreden uit haar repertoire. Eerst een lied gekozen uit eind jaren 60. Na de plaat waar u Rita net de Edison voor zag krijgen, Marriage in Modern Jazz, maakte ze Jazz Pictures at an Exhibition. Een live plaat waar ze in betere vorm was dan ooit. En op die plaats, dat is een van de hoogtepunten, Poor Butterfly. En dat spelen de mannen dadelijk. Maar op haar op één na laatste cd, die ze heel recent uit liet brengen, en waar ze ook weer in een ongelofelijke glanzende vorm was, deed ze een heel ander lied. En dat laten ze ook horen. De mannen van Rita. Thank you.
Thank you.
Het laatste stuk was How Deep Is The Ocean, dat Rita een aantal maanden geleden zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door, met een succes dat heel Nederland overspoelde. En eigenlijk aan de ene kant is dat bijna een beetje beledigend succes. Dat programma wordt vooral bekeken door 20 en 30 en jong 40-jarigen. En die ontdekten daar ineens een zangeres waarvan ze het bestaan wel kenden, maar zich nooit zo in verdiept hadden. Die kon dat dus allemaal. Wat zullen die mensen verbaasd geweest zijn toen ze de afgelopen week al die paginagrote artikelen in de dagbladen hebben gelezen, waarin de carrière van Rita uit de doeken werd gedaan. En wat ze allemaal gedaan heeft en gekund heeft. Wat daar niet in stond, en dat stond daar niet in omdat eigenlijk vrijwel niemand dat weet, is dat Rita heel erg hield van een mooi gebruik van taal. In haar liedjes probeerde ze dat in de Engelse taal zelf zo goed mogelijk te doen, maar ze hield ook heel erg van mooi Nederlands. En ik weet nog, toen ik haar 80-jarige verjaardagsfeest in Maarsen presenteerde en haar schoonzuster Lieselore Gerritsen daar een heel mooi gedichtje voordroeg, dat Rita in de coulissen met mij daar stond te luisteren en zei: kijk, dat zou ik nou willen kunnen zingen, maar ja, dat kan ik niet. Dus Lieselore doet hier voor Rita een gedichtje. Dit hadden we niet afgesproken, Rita. Jij zal minstens 100 worden. En gezien je tomeloze energie en je niet te stuiten levenslust, gokten wij op 125. Dat je er zo onverwacht, zo plotseling vandoor bent gegaan, was een enorme schok. Niemand kon het geloven. Het was of alle muziek ineens stopte. Ook kwam het even op mij over als een totaal uit de klauw gelopen streek van een diva. Want dat was je, een echte diva. Met je allure, je grillen, je enorme talent, je capsones, je onverslaanbare timing, je grote bek, je kleine hartje, de passie, de bevlogenheid als je zong. Kortom, een stralende ster met ritmische voetjes, swingende beentjes en een zingend hart. Als ik niet meer kan zingen, ga ik dood, zei je vaak. Maar de dood had het goed met je voor. In de vroege ochtend van 28 juli kwam hij je halen, nog voordat je uitgezongen was. The shadow of your smile zullen we bewaren en koesteren in ons hart. Want daar blijf je zingen. U weet natuurlijk allemaal dat Rita in verschillende periodes van haar leven, en heel bijzonder ook aan het begin van haar carrière in de jaren 50, enorm succes in Amerika heeft gehad. Wat natuurlijk nogal bijzonder is en zeker in die jaren heel bijzonder was. Later is ze daar, ik ben daartoe getuige van, geweest, terug geweest in New Orleans en liet iedereen in dat immense stadion waar alle jazzgroten van de wereld zaten eventjes, zien hoe het moest eigenlijk. En als je dan met Amerikanen praatte over Rita Reis en je liet iets horen, je draaide iets van haar, maar ze kenden haar nog niet. En ze keken dan naar de hoes van die plaat, want in die tijd waren dat allemaal nog platen. Dan kreeg je stevast dezelfde vraag te horen. En dat is heel moeilijk om die vraag nu te reproduceren politiek correct. Maar het werd wel gevraagd door Amerikanen. Is die blank? Dat is toch niet mogelijk, iemand die met zo'n timing onze muziek zingt? En ja, zei ik dan,
Blank uit Rotterdam, nou dat zei ze dan weer niks. En daarom zou ik eigenlijk willen dat al die Amerikanen nu de komende 3 minuten even zouden kunnen horen wat we u gaan laten horen. Dat zong ze op haar bekroonde LP Marriage in Modern Jazz, de eerste LP die ze met Pim en het trio maakte. Het was de gelegenheid van hun huwelijk en daarom heette die ook zo. Ze zong dat nummer in Juan Lapin, waar ze gekroond werd tot beste zangeres van Europa. Ze zong het nummer, ik geloof in hetzelfde jaar was dat, op het Songfestival in Knokke. En dankzij dat nummer won de Nederlandse ploeg die heel erg achter stond. En dat is een nummer, een lied, uit een negeropera. Porgy and Bess van George Gershwin. Geen musical, maar een opera. Summertime, dat werd eigenlijk alleen maar op de opera manier door zwarte zangeressen gezongen. Tot Rita Reiss. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Ooh, your daddy's rich, your ma is good looking. Hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With mommy and daddy standing by. Ik wil u 2 dingen vertellen die op zich niets met elkaar te maken hebben uit mijn enorme lange vriendschap, bijna mijn hele leven duurt, met Rita, die aantonen hoe uniek ze was, mocht dat nog aangetoond moeten worden. Toen ik op school zat, vroegen mijn klasgenoten voor Sinterklaas of hun verjaardag het nieuwste singeltje van Little Richard of Elvis Presley.
Dat vond ik ook wel leuke muziek, maar ik had inmiddels Rita Reis gehoord. En hoe had hij die dan gehoord? Want dat was alleen nog maar gehoord. Televisie stond in zijn kinderschoenen. Bij ons thuis was geen geld, dus die kwam er nog heel lang niet. Het enige plaatje dat je van Rita Reis wel eens op de radio hoorde was, waar wij begonnen mee zijn vanmiddag, met Fanny Valentine. Dat was tot dan toe misschien ook de enige singeltje. Maar Rita Reis zong gelukkig veel bij de radio, voor alle omroepen, bij die verschillende grote orkesten die je toen had. En mijn ouders hielden van muziek. We hadden zo'n distributieradio met maar 4 stations, 2 Nederlandse en 2 buitenlandse. En die stond de hele dag aan. Dus als Rita Reis zong, dan hoorden we haar. En ze zong op een manier, jong als ik was, die bij mij iets deed. En toen dacht ik, dat moet ik kwijt. En toen heb ik de stoute schoenen aangepakt. Dit is de tijd waar ik het over heb, dat beroemde mensen nog gewoon in een telefoonboek stonden. Melkpad 2H in Hilversum, ik weet het nog uit mijn hoofd. Ik heb er een brief geschreven. Ik zal 15 jaar geweest zijn. Dat moet een hele onbeholpen brief zijn geweest. Want ik wilde dat zij wist wat ik ervoer bij haar muziek. Wie schetst mijn verbazing toen binnen een week er bij ons in de brievenbus een envelop viel gericht aan de heer Van Willigenburg. En die begon met, ik was 15, zeer geachte heer Van Willigenburg. Dacht, die moet voor mijn vader zijn. Maar hij was voor mij. En Rita Reis, de grote Rita Reis, ging niet uitgebreid, het was maar zo'n briefje, me heel erg to the point in op wat ik haar geschreven had. Ze vond het zo bijzonder dat iemand herkende, en dat deed leeftijd er niks toe, hoe zij probeerde te zingen, dat ze me daar even voor wilde bedanken en wilde laten weten hoe ze dat zelf zag. Die brief, dat begrijpt u, heb ik nog steeds. Zij moest er altijd, als hij ter sprake kwam, reuze om lachen. Gooi je toch weg dat ding? Dat gooi je natuurlijk nooit meer weg. Ik ben toen, als ze concerten in Amsterdam gaf, en dat was gelukkig nog wel eens zo, de Sherazade en de AMVJ had je toen, daar naartoe gegaan, verzamelde dan mijn moed en ging de afloop naar haar toe. En altijd, inmiddels zong ze dus al met Pim en zijn trio natuurlijk, nam ze tijd voor je. Ze wist altijd wie dat schuchtere jongetje was. En ze had nooit allures van, ik ben nou moe, ik heb gezongen, er staan interessantere mensen op je te wachten. Er is dus nog niet meteen een vriendschap uit ontstaan. Die is eigenlijk ontstaan toen ik een paar jaar daarna, na mijn diensttijd, ging werken bij Philips Grammofoonplaten. Ik werkte bij het internationale hoofdkantoor. Rita was daar onder contract, maar natuurlijk bij Phonogram, bij Philips Nederland. En Rita had succes in het buitenland en ik kreeg een beetje als taak om te zorgen dat, nou ja, er beroering kwam in het buitenland. Ze wisten dat er platen waren, want die moesten wel verkocht worden natuurlijk van die zangeres. Wij kregen een heel goed contact, zowel met Rita als met Pim. En toen, het voert wat te ver om dat nu helemaal uit te leggen hier, maar toen kwam er een moment dat mij zowel door Rita en Pim als door Phonogram gevraagd werd of ik niet haar volgende plaat zou willen produceren. Ik had nog nooit een plaat geproduceerd, maar ik wist zoveel van haar, het klikte zo met haar en ze wilde eens een andere plaat dan weer een trioplaat. Want dat was altijd misschien wel zo hetzelfde voor het publiek. Ik zei ja, ik zei maar dan moet het een Amerikaanse plaat worden met een enorm groot orkest met heel veel strijkers. Wat in die jaren, we hebben het hier over de tweede helft van de jaren 60, 8, 69. Wat in die jaren in Amerika begon te gebeuren. Nancy Wilson en dat soort jazzzangeressen gingen met grote orkesten zingen. Dat gebeurde niet in Nederland. Phonogram zei ja, als ik het maar binnen een heel klein budget wist te houden. Nou, dat zou natuurlijk niet gebeuren, maar dat zagen we dan later wel. Probleem was dat er in Nederland eigenlijk toen nog geen studio was waar je met zo'n groot orkest mooi op kon nemen. En we hadden ook nog niet de arrangeur die daar de arrangementen voor kon maken. Ik wilde het in Amerika doen, dat kreeg ik er niet door bij Philips, maar Londen mocht dan wel. Toen heb ik de arrangeur benaderd die toen de platen maakte met Scott Walker en Dusty Springfield. En die man had wel van Rita gehoord, maar kende de niet en kende de werk eigenlijk ook niet. Peter Knight is zijn naam. Hij kwam naar Nederland, ik zie ons nog zitten in het huis in Loosdrecht. Ik had al de liedjes uitgekozen met Rita en Pim die ik op die plaat wilde hebben. Pim speelde ze, Rita zong ze, we hadden het er een beetje over welke aanpak we bij de liedjes wilden. En die man die zei, ik wou dat we een morgen konden maken, want wij waren eigenlijk bang dat hij wel nee zou zeggen tegen een Nederlandse zangeres. Hij ging naar Engeland, arrangementen maken,
zou nog twee keer met die arrangementen terugkomen om ze met haar door te nemen. En hij krijgt een hartaanval. Hij moest naar het ziekenhuis toen hij halverwege was met zijn arrangementen. Ik heb contact met hem opgenomen en toen zei hij, dit is zo'n bijzonder zangeres. Ik wil dit project afmaken, het zou misschien iets langer duren. Je gaat niet naar een andere arrangeur. Nou, om een lang verhaal niet nog langer te maken. Rita heeft, dat is natuurlijk vreselijk als je zo'n plaat op moet nemen, die arrangementen dus nooit van tevoren te zien gekregen. Hij heeft ze thuis herstellende afgemaakt. Ik kreeg van Philips toestemming om, moet u nagaan, 12 liedjes met een enorm orkest, 30 strijkers en noem het allemaal maar op. Eén middag van 1 tot 's avonds 8 hadden we de Philips Studio in Londen en de volgende dag van 's morgens 9 tot 's avonds 6. In die tijd moesten die 12 liedjes erop staan, live met het orkest. Dat moest dan maar. Wij vlogen naar Londen. Pim, die niet meer speelde op de plaat, ging natuurlijk wel mee. Moest dat van Philips zelf betalen. Zal ik nooit vergeten. Wil ik je toch wel even kwijt. En Rita was eigenlijk alleen maar zenuwachtig. Nog niet eens voor het feit dat ze de arrangementen niet gezien of gehoord had. Ze vertrouwde die arrangeur wel. Maar voor het feit, want daar hechtte ze erg aan, dat ze in een studio zou komen te staan met zo'n 50, 60 muzici waar ze er niet één persoonlijk van kenden. Ze zei, in Nederland is het een feestje met welk orkest ik ook zing. Ik ken ze allemaal, het is allemaal leuk om ze weer te zien. Dat was haar grote probleem. Wij komen aan in die studio, moesten er 's morgens naartoe vliegen, mochten om de kosten te dekken, ook niet de nacht daarvoor al in een hotel. Hadden 3 uur vertraging, kwamen dus toch te laat in de studio. En daar zit dan zo'n Engels orkest. Peter Knight had de allerbeste Engelse muzici geboekt die hij maar kon krijgen. En die zaten op een horloge te kijken. Die hadden een sessie tot 's avonds 6 uur met een zangeres uit Nederland. Zal wel, we spelen dat wel even. En hij wilde met een bepaald lied beginnen. En dat was het lied waar Rita van tevoren het meest tegenzin in had. Waarvan ze niet zeker wist of ze het op de plaat wilde. Ik dacht, dat moeten we niet doen. Dus met veel moeite kreeg ik gedaan dat we met een ander lied begonnen. Dat zong ze. In 1 keer stond dat erop. Het orkest stond als 1 man op om te applaudisseren. Wat u hier net ook naar die opname deed. En kon niet wachten om het volgende nummer te zingen. Rita zei, ik wil hem even overdoen. 1 noot kan beter. In 2 takes stond dat lied erop. De volgende dag heb ik 3 uur studiotijd niet eens hoeven gebruiken. Rita Reis met dat orkest heeft die plaat opgenomen in nog niet eens 1,5 dag. We kwamen terug in Nederland. Hij werd verkocht. Hij kreeg een Edison. Hij werd met prachtige kritieken in Amerika uitgebracht. En dat zegt wel iets van de grootheid van Rita Reis. Dat ze niet bang is voor zo'n experiment. Dat ze ook niet bang is om dat te doen met een broekie die zoiets nog nooit gedaan had. En dat ze daar in Londen die mensen wel eventjes zou laten zien. En als ik u zou kunnen uitleggen hoe Pim daar in uw controleruimte, dat dus niks te maken met die plaat, daarbij zat te genieten van hoe zijn vrouw dat allemaal deed, dan komt dat een beetje in de buurt van hoe die eruit zag. En heeft u allemaal wel gezien. Als hij op concerten haar aangekondigd, dan speelde hij eerst met het trio 2 of 3 stukken. Dan draaide hij af van zijn pianokruk. En dan kreeg hij iets onwenners, want die stukken had hij heel, met veel flux de bouche ook al aangekondigd. En dan zei hij, er komt nu het moeilijkste moment. Dan moet ik nu mijn vrouw aankondigen. Dan hoorde hij haar al een beetje lachen in de coulissen. Maar dat deed hij natuurlijk fantastisch. Met de trots op zijn gezicht die u nu ook gaat zien. Graag uw aandacht voor Rita Reis. I saw you last night, I kept that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you crossed my eye, my heart stood still. Once again I seem to feel that old yearning, that I knew the spark of love was still burning. There'll be no romance for me, it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart.
I got that old feeling when you came inside. I got that old feeling the moment that you danced by. I felt the thrill, and when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning, and I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old. Als je zo lang dit vak uitoefent en zoveel tijden, veranderende tijden hebt meegemaakt, dan is het natuurlijk bijna niet voor te stellen dat je ineens iets aan je PR moet doen. Want dat was vroeger toch ook niet nodig. Maar Rita heeft het ongelofelijke geluk gehad dat er een onwaarschijnlijk jong iemand was, die waarschijnlijk, net als ik u net schetste, toen ik jong was, gegrepen werd door datgene dat Rita Reis is. En hij ging haar PR doen. Hij leerde haar op de computer wegwijs. Hij bracht haar naar optredens. Hij maakte schitterende foto's. Dit is de laatste die hij 3 weken geleden van haar maakte. En daarachter is er nog één. En hij kan het allemaal veel beter zelf vertellen. Jurjen Donkers. Jij bent zingend geboren, zei haar moeder. Haar leven lang, waarvan 72 jaar op professioneel niveau, heeft Rita gedaan wat haar gelukkig maakte. Zingen. Met een onovertroffen muzikaliteit, geloof in zichzelf, doorzettingsvermogen en bovenal een grote liefde voor de muziek, werkte ze zich naar de top van haar vak en is daar gebleven. 6 juli jongstleden trad ze op in de North Sea Jazz Club in Amsterdam, voor het eerst na een heupoperatie afgelopen maart. 3 keer per week ging ze naar de fysio, thuis studeerde ze een nieuw repertoire in met haar jongens. Op die avond legde ze haar stok op de piano en daar ging ze, swingend op 1 been, zoals ze lachend aan het einde zei. En al had ze Love for Sale, I Love You, I Thought About You al 3000 keer eerder gezongen, weer klonken ze zoals ze niet eerder geklonken hadden. Na de hand in de kleedkamer zei ze tegen me: ik ben steeds weer aan het zoeken naar hoe ik het toch weer anders kan doen. Dat was Rita ten voeten uit. Ze zocht naar uitdagingen en was zo involved met de muziek dat ze ieder stuk telkens weer opnieuw deed ontstaan. Als componist of tekstschrijver kun je je toch niets liever wensen dan dat. Om er één van hen te citeren, Michel Legrand: from now on, every time I will write a song, I will think of the great Rita Reis, who sings the love songs with such love that I really love her, and you will too. Dat gold ook voor de muzikanten die haar begeleiden. Voor hen was ze altijd one of the guys, muzikant onder de muzikanten. Menigmaal heeft ze hen met haar muzikale inventiviteit en beleving en fabuleuze timing en swing verbaasd doen staan. Een leven zonder muziek, dat kon Rita zich nauwelijks voorstellen. Een levenselixer noemde ze het, zoals Laila al zei, en een medicijn. Het hielp haar verdriet te boven te komen toen ze Wessel en daarna Pim verloor. En bij andere tegenslagen, zoals toen ze zelf door ziekte getroffen werd. In no time stond ze steeds weer op de bühne. Op het podium vergat ze alles
werd ze een ander mens, zoals Pim zei. In ballads als In the Wee Small Hours of the Morning and The Shadow of Your Smile sloot ze haar ogen en bijna fluisterend zong ze over liefde van voorbij. En als een jonge meid ging ze tekeer in uptempo's, volkomen vrij, spelend met de melodie, de tekst, het ritme. En steeds weer was er die uitbundige, gelukzalige glimlach om haar mond. Ik weet nog dat ik eens tegen haar zei: Rita, jij bent één en al zangeres. Ze reageerde: dat raakt me hier, wat je nu zegt. En ze wees naar haar hart. Door haar muzikale bevlogenheid bleef ze zonder poeha eromheen het publiek voor zich winnen. En dat was ook de enige manier waarop ze dat wilde. Ze had er geen behoefte aan de BN'er uit te hangen. Ze had niet om aandacht verlegen. Het was enkel de erkenning voor wat zij op het podium deed, voor wat ze daar teweegbracht, die er voor Rita werkelijk toe deed. Een moment dat haar goed was bijgebleven bijvoorbeeld, was dat er na afloop van een concert eens een man naar haar toe kwam die zei: mevrouw, ik wil u bedanken, want u heeft mijn vrouw aan het huilen gebracht. Waarop ze natuurlijk reageerde: maar dat is toch helemaal niet leuk. De man vertrouwde haar vervolgens toe dat zijn vrouw 20 jaar lang niet gehuild had. Door bij zichzelf te blijven, één te zijn met wat zij zong, wist Rita mensen tot in het hart te raken. Ze genoot intens en het publiek genoot met haar mee. En nu dan ineens is het afscheid daar. Rita was vol van leven en ze heeft het ten volle geleefd. Het muzikale avontuur, haar schaterlach, haar nuchtere kijk op de dingen, de gesprekken met haar en de lol die we hadden, ik zal ze missen. Afgelopen week heb ik het een paar keer tegen Laila gezegd. Ik had een ander mens geweest als ik Rita niet gekend had. Diep dankbaar ben ik voor de jaren dat ik Rita terzijde heb mogen staan. En ik hoop van harte dat we haar en haar muzikale erfenis zullen koesteren. Ik nodig u uit te luisteren en te kijken naar Rita Reis met orkest onder leiding van Rogier van Otterlo. In Michel Legrand's Once Upon a Summertime. Put me the key to Paris.
the summer time. Je zou toch zo de hele middag kunnen blijven zitten, luisteren en kijken. Maar dat doen we niet. We gaan wel luisteren en kijken naar iets anders, iets bijzonders. Het allerlaatste lied dat Rita in haar leven voor publiek heeft gezongen. Ze eindigde, het was een toegift, haar concert van 3 weken geleden ermee. En toen ik een paar jaar geleden, ik weet niet hoe lang het geleden is, niet meer dan 3 of 4 denk ik, het concert presenteerde dat ze in Carré in Amsterdam gaf, toen eindigde ze daar ook mee. En ze werd bij beide gelegenheden door dezelfde muzici begeleid. Het is een lied van de gebroeders Gershwin. En ze zouden het voor haar geschreven kunnen hebben. It's wonderful. It's wonderful. It's marvelous. You should care for me. It's awful nice. It's paradise. What I love to see. You made my life so glamorous. You can maybe feel it, I'm a rock. It's wonderful. It's marvelous that you could care for me. Thank you.
Er was een vrouw van 85 of 86 jaar die u daar bezig zag. En van die vrouw nemen wij hier afscheid. En die vrouw, dat zag u ook op deze beelden, wist jonge muzici tot dergelijk enthousiasme op te zwepen. En wij prijzen ons gelukkig, maar het verbaast ons niks, Rita gekend hebbende, dat diezelfde muzici hier zijn. En ik wil ze vragen nog een keer naar voren te komen, om voor het laatst live voor Rita te spelen. Ze spelen een lied dat typisch Rita Reis werd, maar niet was. I Thought About You. Het is van haar voorlaatste cd, dus heel recent. Geschreven als een ballade. En Rita gaf daarnet dat swingende, dat drijvende extraatje aan, waardoor het een ongelooflijk spannend lied werd. En dan een lied waar even een klein verhaal bij hoort. De Volkskrant had een interview met Rita Reis opgenomen dat over 3 weken in de krant zou komen, ter gelegenheid van haar optreden in Paradiso in Amsterdam. Ze hebben zeer terecht goed journalistiek werk. Meteen toen bekend werd dat Rita overleden was, de volgende dag dat artikel geplaatst. En een van de vragen die daarin gesteld werd was: u heeft zo ongelooflijk veel liedjes gezongen in die lange carrière. Is er één die u het naast aan het hart ligt? En toen zei ze ja. En dat is deze. The Shadow of Your Smile. Thank you.
En daaruit blijkt duidelijk de liefde en het respect, hun respect, maar ook uw respect voor de vrouw met wie ze dit allemaal speelde. Rita Reis, één dochter had ze, Leila, die, zoals we af en toe de beelden hier hebben kunnen zien, net zo muziek is als haar moeder. Leila, de laatste woorden zijn voor jou. Ja. Wat een happening, hè? En wat waanzinnig, die jongens die voor haar spelen. En ik weet zeker dat mama boven, die heeft de pan uit staan swingen. En die heeft staan huilen en lachen en dansen. En jongens, dank je wel. Iedereen. Ja. Ja, nou, ik wil jullie toch nog even een grappig verhaaltje vertellen. Dat wilde ik eigenlijk te straks doen, maar toen was ik zo nerveus dat ik het ben vergeten. Zoals iedereen weet was mama gewoon echt een levensgenietster. En 2 weken voor haar dood was het vreselijk warm weer. En ik belde haar op en ik zeg, mam, ga je mee? We gaan varen op de plas. Ze was natuurlijk net geopereerd aan die heup. Ze liep met die stok. Ik zie Ruud al grinniken daar. Je weet wat ik ga zeggen. Nou, ze zegt, nou, vind ik heerlijk. En nemen we een lekkere fles wijn mee aan boord. En nou, zoals gewoonlijk had ze weer geen badpak bij zich. Tante El weet er ook van alles van. Ze heeft nooit badkleding. Dus ik had er 2 meegenomen. En wat denk je wat er gebeurt? Ik hoor plons en ze springt in het water. 88 jaar, hup, zo van die boot af. Ik zeg, mam, heb je er wel over nagedacht hoe je er weer in komt? Nou, dat heb ik jullie toch voor, zei ze. Nou, we zijn 1/2 uur bezig geweest. Ja, dat is zo typerend mijn moeder. En zij heeft zo van het leven genoten. Tot het laatste moment. En ze kreeg die hersenbloeding en dat was desastreus. En we hebben haar naar huis gehaald. En we hebben nog een beetje contact met haar gehad. Ze kneep in onze handen en als ik muziek opzette, ging dat voetje op en neer. En 's nachts was iedereen naar bed. Mijn mannen waren naar bed, de jongens waren weg. En ik heb Burt Bacharach opgezet, Make It Easy On Yourself. En ik heb de plaat op de repeat gezet. En ze is in mijn armen in slaap gevallen met een glimlach op haar gezicht. Echt, dat was zo mooi en zo fijn om mee te maken. En dat wilde ik toch delen met jullie. En voordat ik de jongens ga vragen om mama naar de Mariakapel te brengen, voor een laatste groet van iedereen, wil ik aan jullie lieve mensen allemaal vragen om 4 uur... staan de koetsen hiernaast op de brink. En ik zou het fantastisch vinden als we met z'n allen een erehaag voor deze waanzinnige, bijzondere, lieve vrouw zouden maken. Ik wil jullie verzoeken, de jongens, haar jongens, om met mama naar de Mariakapel te gaan.
there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through and make it easy on yourself. Make it easy on yourself. 'Cause breaking up is so very hard to do. And if the way I hold you can't compare to her caress, no words of consolation will make me miss you less. My darling, if this is goodbye, hier rechts, voor sommigen van u links in de Mariakapel, kunt u allemaal uw laatste groet brengen. En dan, u heeft het Leiden horen vragen, graag die erehaag buiten. En dan zien we u daarna graag in de Danne, wat hier vlakbij is in dezezelfde straat, waar u de familie kunt ontmoeten. Hard to do.
And if the way I hold you can't compare to her caress, no words of consolation will make me miss you less. My darling, if this is goodbye, do.